De Weg der Wegen is een kaarsrechte, 11 kilometer lange weg die in het midden van de 17e eeuw door de stad Amersfoort en de Staten van Utrecht werd aangelegd, dwars door de woeste gronden tussen Amersfoort en Utrecht. Roland Blijdenstein en Nelleke Visser zoeken een aantal markante punten op die het verhaal van deze unieke weg vertellen. We lopen hier de Galgenberg op. Het beginpunt van de Weg der Wegen. Ik loop hier samen met Roland Blijdenstein, kenner van de Weg der Wegen. En we gaan een aantal punten van die weg opzoeken en Roland vragen om iets over de geschiedenis ervan te vertellen. Nou ja, ik dacht, we beginnen hier bij de Galgenberg. Het is natuurlijk niet de allervriendelijkste plaats hier, maar wel een hele interessante. Een van de weinige nog echt tastbare Galgenbergen in Nederland. Feit is dat de Weg der Wegen, de Amersfoortse weg, uitgelegd is hier in de as van de Galgenberg. Dus als oriëntatiepunt in het landschap was Galgenberg natuurlijk een belangrijk ding. Een beetje aan de rand van de stad Amersfoort. In de richting van het grote uitgestrekte woeste heidegebied. Ja, beginpunt van deze weg. Ja, maar hoe begon het met die Weg der Wegen? Wat was het beginpunt? Waarom werd hier van hieruit aangelegd? Nou, je praat over midden 17e eeuw. De stad Amersfoort behoorlijk rijk geworden door met name de tabak, maar ook de bombazijnweverij. Van plan om de stad te verfraaien. Had al verschillende verfraaiingswerken ook al gedaan aan de kaders. Mooie kaders gemaakt, wegen verfraaid. En die zeiden van, wij willen een betere verbinding met de stad Utrecht hebben. Door dat woeste gebied liepen een paar zandsporen eigenlijk. En wij willen een mooie, fraaie weg. En ze hadden geld over? Ze hadden geld voor beschikbaar. Dus er werd in 1647 werden de eerste stappen gemaakt om die weg uit te zetten. En het was het vroedschap wat het initiatief nam? Ja. En die kende Jacob van Kampen, de grote bouwmeester van het stadhuis van Amsterdam, het Mauritshuis. En die woonde op Brandenbroek. Ja. Die zat natuurlijk ook bij de notabelen op de stoep. En die kwam met een voorstel van, ik weet wel een mooi plan om een prachtige weg te gaan maken. En was dat het eerste plan? Waren er meer van dat soort initiatieven al? Amersfoort was, het is wel een behoorlijk unieke weg eigenlijk. Vanwege het feit dat het de eerste grootschalige weg was, 11 kilometer lang totaal. Een weg van maar liefst 60 meter breed, dat is onvoorstelbaar. Een ontwerp, kaarsrecht, dwars door de woestenij heen. Ja, dat was nog nooit vertoond. Ja. En aanvankelijk deed Amersfoort het alleen, of hebben ze al snel contact gezocht of verbinding gezocht met de Staten van Utrecht? Het punt is, we zitten hier eigenlijk bijna op de grens van de, dat heet dan de stadsvrijheid, de jurisdictie van de stad Amersfoort. Dus ze hadden de Staten van Utrecht natuurlijk nodig om die weg aan te leggen richting Utrecht. Dus plan gemaakt, zij stapten naar de Staten van Utrecht toe van wij willen dat realiseren. Je praat dan over 1647. Daar moest eerst eens even goed over nagedacht worden natuurlijk. Dat heeft nog vrij lang geduurd. Uiteindelijk in 1652 een commissie gevormd. Statenleden zaten daarin. Die hebben gezegd van, dat is wel een mooi plan. Maar wij hebben nog iets beters. We willen daar buitenplaatsen langs ontwikkelen. Zodat we voor een koopje die weg kunnen aanleggen. Ja, ze hadden wel geld genoeg, maar ze zochten toch samenwerking met Rijk. Die weg is natuurlijk een hartstikke duur project. Ja. Zeker die ambitie die Van Kampen had. Om zo'n brede straat met aan weerszijden drie rijen eiken aan te leggen. Wat heeft de Staten toen gezegd? Ga daar verkaveling maken. En dat was natuurlijk in de tijd dat ook veel buitenplaatsen opkwamen. Mensen uit Amsterdam die wilden natuurlijk een mooie buitenplaats. En dit was veel geld. Was natuurlijk wel veel geld. Ja. En ja, kijk, de Vrede van Münster kwam er aan, 1648. Ja. Optimisme, de economie liep goed. Dus laten we die woestenheiden gaan ontginnen om daar mooie buitenplaatsen te maken. Nou, toen heeft ongetwijfeld ook Van Kampen gezegd van dan wil ik dat op een klassieke, ideale manier doen. Door vierkante vakken aan weerskanten van de weg te maken. Staten zeggen van om mensen hier te trekken, moeten we die kavels gewoon gratis aanbieden. Kunnen ze gewoon gratis op die kavels op. Ja. Maar is dat omdat ze inschatten dat ze het voor geld niet kwijtraakten?
Oh, dat weet je natuurlijk misschien niet. Nou ja, het is natuurlijk een risicovolle onderneming. Ja, er was natuurlijk gewoon niks. Het was woeste natuur. Ja. Dus je moest wel mensen aantrekkelijk maken om zich daar te vestigen. Ja. Dus wat deden ze dan? Die kavels aan weerskanten van de weg, 100 roeden breed. Ja. Nou, dan praat je dus over 376 meter om precies te zijn. Ja. Dat zijn nogal flinke, forse percelen. Ja. En dan diep de helft, 50 meter diep, aan weerskanten van de weg. Dus je had aan beide kanten had je één kavel. Als je een gebouw daarop zette, mocht je hem gratis verdubbelen. Maar je moest wel de weg aanleggen. Dat wel. Die was, het stuk voor jouw kavel. Het stuk voor jouw kavel, dus zeg maar die 100 roeden, moest je dus wel helpen aanleggen en onderhouden ook. Maar dat was natuurlijk toch een redelijk kostbare zaak. Maar ja, uiteindelijk werden er 24 kavels bedacht langs die weg. In totaal 24? Ja, totaal 24. En afgesproken was van 12 kavels kreeg de stad Amersfoort ter uitdeling en 12 de stad Utrecht. Totaal iets van 7 buitenplaatsen zijn dan gerealiseerd. En je ziet het met name rond Huis de Heide, dat die vakkenstructuur wat breder is. Ja. De eerste deel zeg maar, van Amersfoort. Er zijn nauwelijks buitenplaatsen. Nee, dat is niet gelukt eigenlijk. Nee, dat is eigenlijk niet gelukt. Maar die sorties die kun je nog wel goed zien. Ja, en dat is natuurlijk wel bijzonder van deze weg. Die hele structuur is er gewoon nog. Ja. En dat is natuurlijk een eindeloze discussie geweest om toch die vakken in stand te houden. En kijk, de mensen die zo'n kavel kregen, die hoeven ook niet eens belasting te betalen. Nul belasting, niks. Gratis kavel, gratis verdubbeld. Alleen moesten ze natuurlijk gewoon hun wallen rond hun, want er waren natuurlijk stuifduinen. Ja. En die weg moest natuurlijk beschermd worden door houtwallen. Ja. 3 rijen bomen. Maar die werden ook aangelegd, die houtwallen toch? Maar dat was een kosten natuurlijk gewoon van aangrenzend. Ja. En alle participanten, die waren wel hopelijk verantwoordelijk voor uiteindelijk voor die weg. Ja. Dus als er iemand zich terugtrok, waren de anderen, Maar gaf dat niet een lappendeken van, want niet iedereen zal... Nee, dat was zelfs streng in de hand gehouden. Oh, dat werd streng in de hand. Niet iedereen zal op dezelfde manier de weg bijgehouden. Nee, dat blijft natuurlijk gewoon later. En, en zo zie je de weg natuurlijk nu ook wel. Oké. Okay. Nou ja, wat natuurlijk wel heel bijzonder, ik heb hier een plaatje van die Galgenberg. Als je dan dit hier ziet, een landschap wat totaal kaal is. Hier zie je de berg, hier zie je de galg, hier achter de galgbraakpaal en dan de kerktoren van Amersfoort. Woeste gronden. Helemaal woeste grond. En je kon dus vanuit hier, dus die aangelegde weg, die liep dus een beetje naar beneden toe, de Amersfoortse berg af, fantastisch zien liggen. Dat was natuurlijk een heel indrukwekkende aanleg. En ja, als je nu in de omgeving zet, kijk die weg die zou dan daar ergens moeten staan. Lopen. Dat is allemaal weg. Het is allemaal bos, je ziet helemaal niks. Maar Roland, werd er ook gebruik gemaakt van de weg? Het diende als verbinding tussen Amersfoort en Utrecht. En werd het ook zodanig gebruikt? Ja, uiteindelijk die weg 60 meter breed met houtwallen van 12 meter aan weerskanten. Dus je praat natuurlijk over een ingreep van 80 meter breed. Ja. Daar is in het midden een smallere weg aangelegd, een rijstrook. Maar dat was zand, gewoon een zandweg. Ja. En wat gebeurde dan ook, met name de koetsiers, waren de koetsen en paarden, die gingen door die bossaadjes rijden, dat waar iets hardere grond was. Dus dat werd natuurlijk gewoon verboden, er moesten maatregelen genomen worden om die koetsiers uit die bossen te houden. Ja. Want die vernielden die aanplant. Ja. En er waren natuurlijk vraat en beesten en dan moesten ook onderhouden dus worden. Het idee was eigenlijk heel vooruitstrevend en praktisch, maar in de uitwerking bracht het de nodige problemen met zich mee. Ik vind het verbazingwekkend dat die structuur toch nog steeds zo gehandhaafd is. Het is nog tot zo'n beetje 1750 dat die mensen die kavels hadden niks hoefden te betalen. Dus geen belasting hoefde te betalen. Want elke keer werd het verlengd, elke keer werd er weer gevraagd aan de staat van Utrecht van nou kunt u dus die belastingvrijstelling weer 25 jaar verlengen, het ging per 25 jaar. Want als wij er niks aan zouden doen, dan zou dit hele gebied weer teruggaan naar de woestenij. Ja, ja dat wilde de staat natuurlijk ook niet. Die hebben natuurlijk een beetje onder druk gezet om maar niet te betalen. Dus dat is een beetje tot half tegen 18e eeuw. Ja. En wanneer veranderde die eigendomsstructuur? Want het was aanvankelijk als particuliere eigendom en de stad en Utrecht, de stad Utrecht, de stad Amersfoort. Was natuurlijk allemaal particulier. Ja. Hier in Amersfoort zijn er van de 12 vakken zijn er 5 vakken gewoon niet gebruikt, niet verkaveld. Okay. Daar is niks mee gebeurd, er hadden geen buitenplaatsen op. Je ziet dan ook die vakken hier nog heel goed liggen.
Ja, later zijn die vaak verkaveld, opgedeeld, ja. veranderd. Een aantal, zeg maar, een paar zijn nog echt gewoon in een grootschalig eigendom gebleven. Ja. Waar buitenplaatsen op zaten. Ja, bijvoorbeeld ook bijzonder Schild, dat daarop. Want dat is natuurlijk een heel groot gebied. Ja, maar dat is natuurlijk gewoon veel later. Hè. Zonder Schild is, dan praten we over 1930 ongeveer. Toen was het al een Rijksweg, Rijksstraatweg. Het is een Rijksstraatweg, ja. Welkom op de Weg der Wegen. Ja, hoe komt dat bord hier? Ja, dat is een van de borden die de stichting Weg der Wegen hebben gemaakt. Is een stichting die inmiddels ook alweer 10 jaar bestaat. Die houdt zich dus bezig met het wel en wee van de weg. Wij hebben de weg destijds al omgedoopt in de Weg der Wegen, naar aanleiding van het lofdicht van de Evert Meister. Ja. Waar hij de weg beschrijft als de Romeinse Via Appia, de Weg der Wegen. De stichting is daar enthousiast mee aan de slag gegaan. Dat zijn mensen die aan de weg wonen. En vanuit de provincie hebben gezegd, het zijn de bewoners die de weg verder moeten helpen. Het is hun gebied ook. Dus wij helpen een stichting opzetten en verder eigenlijk moet zichzelf doen ook. Het oorspronkelijke idee was ook al zo. Het zijn de bewoners die het moeten doen. Ja, in feite wel natuurlijk. Ja. En de provincie trekt zich dan graag weer een beetje op een afstand terug. Ja. En wel met helpen, met hier en daar wat subsidie geven ook. En dit is natuurlijk samenwerking met de afdeling Wegen en Verkeer gemaakt. En de aanleiding voor dat hele onderzoek is dat de provincie die weg wilde aanpakken. En dat kwam vanwege al die sorties waar we het over hadden. Die haakse aansluiting die gevaarlijk waren op de weg. Dus het was aanvankelijk een heel ambitieus plan. Laten we alle bomen eraf. We gaan parallelwegen aanleggen. En ja, dat was echt een brug te ver. Daar kwam te grote opstand. Dus het is wat teruggedrongen. De Weg der Wegen uiteindelijk. Enthousiaste club, die hebben dat overgenomen. Er zijn wat symposia geweest, wat bijeenkomsten. Er is een visie geweest ook over de toekomst van de weg. Maar die initiatiefnemers om de aandacht op de Weg der Wegen te vestigen, dat waren vooral bewoners van deze weg. Bewoners, ja, die bijzondere belangstelling ook hadden. Oh, nou, wij staan hier eigenlijk gewoon aan het begin van de sorties. Ja. We moeten straks even naar een sortie lopen, dan kan ik je laten zien. Ja. Hoe zo'n sortie er nu tegenwoordig uitziet. Ja. De eerste ook, het allereerste in het begin. En er staat, kijk, hier is een prachtige 17e-eeuwse kaart. Daar staan dus al die sorties op. He, dat begint hier. Ja. Dus wij staan dus bij deze eerste sorties gaan we staan. Ja. En deze kaart staat het heel mooi schematisch aangegeven. Ja. Dat zijn al die vakjes die je ziet. Dat zijn al die vakken. Nou, we hebben alle sorties uitgezet op de kaart van nu. Nou, je ziet hier de Stichtse Rotonde. En wij staan dus hier en we kijken straks naar dat eerste vak. Hier, dat is het Amersfoortse gedeelte. Dat loopt tot vak 12, dus tot net Soesterberg, net bij die rondgang. Ja. Ja, die zijn allemaal hetzelfde gebleven. Die zijn ook niet verlengd naar achteren, toe, niet verdubbeld. Maar ook dus niet dwars door sneeuw? Nee, er is allemaal niks gebeurd in die vakken. Ongelooflijk! Ja, dat is allemaal nog bos geweest, deels bos. Ja, er zijn dus nu wel villaatjes en woningbouwers geweest. En daar was later nogal kritiek op. Van ja, dit is een lintbebouwing, die moeten we zien te voorkomen. En nou ja, dat kon niet voorkomen worden. Een paar grote instellingen zaten hier natuurlijk wel. Hè, zoals Zonneschild en Hebron. Mm-hmm. Nou, dat waren grote. Maar die vestigden zich daar pas veel later, in de 19e eeuw. Later, de 20e eeuw. Ja, maar dus, zeg maar, tot in de 20e eeuw was dit leeg. Was gewoon bos. Ja, eigenlijk bossen. Leeg, omdat het gewoon het plan als niet aangeslagen was. Niet aangeslagen was. Het enige wat er kwam is dat vanaf, nou ja, zeg maar, eind jaren 2030 kwamen hier wat villaatjes langs. Ja, maar wat ga je me nu, je gaat me nu de eerste sortie laten zien? Ja, kijk, in een tegel hier staat de eerste sortie van de Weg der Wegen. En het is het begin dus van de weg hier. Die begint dus hier eigenlijk. En dan zie je ook gelijk de sorties die er nog best goed aanwezig zijn. Ja. Dus bijvoorbeeld aan de overkant, dan zie je dus een mooie beukenlaan. Ja. Die dus haaks op de weg staat. En dan een trappetje naar beneden toe. Oorspronkelijk waren die sorties het pad 18 meter breed nog. Okay. Ruim 18 meter. En aan weerszijde een houtwal van eerder 12 meter breed. Dus dat waren forse sorties. 30 meter? Was bijna ruim 40 meter brede sorties had je. Ja, en waarom zo breed? Omdat dit een groot gebied was met schaapsherders. En om die schaapherders te willen te zijn, moesten die schapen van het ene stuk naar het andere nog kunnen lopen. Want die weg hier sloot natuurlijk de helft van het hele gebied af. Ja.
En dan begint hier, die kant, tot 100 roeden verderop, begint de volgende sortie. En 100 roeden is tegenwoordig 376 meter. Dus je kan hem gewoon afstappen. Wat een enorme kabel had je dan. Gigantisch. Ja. Dat was dus een interessant project. Hebben wij dus samen met een architect, hebben wij initiatief trouwens van een architect, om hier 24 tegels en overkanten, dus ook tegels, van zeg maar 1 tot en met 24 in het wegdek aan te geven. Dat kwam voort uit een ontwerp van een landschapsarchitect waar wij de opdracht hebben gegeven van nou, kan je nou zo'n weg die we keurig hebben onderzocht, kan je die nou niet aangeven, vormgeven, hoe doe je dat? Nou, zo'n bureau kwam met mijlpalen, want dat was natuurlijk, iedere sortie had vroeger een hoge paal. Dus ik dacht, nou, we gaan die palen weer terugbrengen. Een soort grenspaal. Ja, nou, maar dat kon allemaal niet bij de wegen en verkeer, want toen kwam er een architect, ook eigenlijk via de Stichting Weg der Wegen, die zei van, als je nou gewoon tegels doet. Dus ik heb samen met die architect ook die vormgeving van die tegels een beetje gedaan. De typografie, nauwkeurig uit de tijd ook. Ja. Er werd destijds een letter Romano genomen. Nou ja, dat is misschien wel een detail, maar het is een mooie nette schreefletter. Nee, je hebt zo geschreven met de schreef, ja. En dan wou je de pijl die kant op. Ja, en in feite ook het logo van de Weg der Wegen met de twee eikenblaadjes genomen. Hier staan we bij het aqueduct op weg naar Soesterberg, is dat eigenlijk? Ja. En het is, behalve dat het een heel mooi aqueduct is, is het ook een, er staat dan een gedicht op. Is er uitgehouden eigenlijk. Ja. Wat is dat voor gedicht? Nou, toen dit aqueduct aangelegd ging worden, hebben wij afgesproken om hier iets te doen met die weg naar wegen natuurlijk. En uiteindelijk zijn we gekomen op het lofdicht van Everard Meister. Die zo mooi de weg beschrijft in 17e eeuw Nederlands. Everard Meister, de keiertrekker. Everard Meister, de jonker uit Amersfoort, die vlakbij Jacob van Kampen woont, een goede vriend van hem. Die heeft in 1655 een lofdicht geschreven op Jacob van Kampen, vooral gewijd aan het stadhuis in Amsterdam. En die heeft dus eigenlijk die weg hier beschreven. En toen leek ons dat zo mooi van, geef een citaat van de weg. En verder is dat natuurlijk met wat bomen opgefleurd. Wij staan dan nu bijvoorbeeld hier 3 grote uren lang. Ja, wat zijn 3 grote uren lang? Dat is dus een 11 kilometer weg. Als je loopt. Als je loopt, ben je 3 uur onderweg. Ja. 16 roeden breed, dat is dus 60 meter, die weg. Dus daarmee geeft het ook aan in de oude maten, die oorspronkelijke vorm van de weg. En dit is dus een onderdeel van dit dicht. En daar beschrijft hij meer dingen. Linierecht, dat is heel belangrijk. Hè? 3 grote uren lang, 16 roeden breed. Aan weerskant 50 roeden voor elke beurt. Geen heuvel in deze laan. En dat was ook heel belangrijk in die klassieke oudheid. Het moest een rechte weg worden. Dus die weg is ook afgevlakt. Voor heel veel dingen. Dat is een groot grondverzet geweest om een vlakke weg te krijgen. Dus het moet recht zijn, vlak zijn en symmetrisch aan beide kanten. Maar het tracé was toch wel gekozen omdat het het meest vlakke was hier. Nou ja, het is dus aangelegd tussen 2 stuwwallen in. En dat kon dus dan, dat was het meest ideale plek om deze weg aan te leggen. Dat was een snee in het landschap. En dan zie je natuurlijk later, zeg maar eind 19e eeuw, dat verhaal van die rechte weg helemaal niet meer populair was. Maar hoe kwam dat dan in die 19e? Waarom veranderde dat? Romantiek. Engelse landschapstijl. Vroeger was het natuurlijk de klassicistische stijl. Strak, recht, breed. In de 19e eeuw werd het natuurlijk veel meer een landschappelijk verhaal. Dus men vond deze weg ook helemaal niet meer mooi. Op welke plek staan we hier nou? Wat zien we hier nou? We staan hier op buitenplaats Zandbergen. Een oorspronkelijke aanleg zoals het bedoeld is in alle 24 vakken. Maar dit ziet er dus heel anders uit, al die rechte sorties. Ja, dat is natuurlijk in de loop der tijd is natuurlijk dingen aangepast. Dat huis is vervangen ook na het rampjaar 1672, toen is alles hier omgeving plat gegaan. De Fransen hebben natuurlijk gigantisch huis gehouden. Jij bent gewoon in de fik gestopt. Ja, dat huis is in, zeg maar 1655, deze plek gekocht, is toen het huis opgezet door een Jasper Schade. Dat is natuurlijk aanvankelijk een formele aanleg. Die vakken konden verdubbeld worden, dus die werden wat langer. En die had dus een overplaats gecreëerd. Dan zie je natuurlijk een mooie gebogen vijver. Er zit een
as in. Kijk, die as die hoort nog bij de oorspronkelijke opzet uit de 17e eeuw. Deze zichtas die heette de Jacob van Kampenlaan. Dus het was destijds wel toch al een soort besef van, nou misschien is dat van die Jacob van Kampen wel. Die buitenplaats is natuurlijk verkocht, nieuwe eigenaar. Uiteindelijk heeft de cacao-fabrikant Bloker, ik weet niet of je die zegt, ja, bekende Blokers cacao, tijd voor Bloker. Ja, ja. Die heeft hij gekocht in 1896 en die heeft deze partij aangelegd. Dus was dit was oorspronkelijk niet zo met die rode lijnen? Dat was ook gewoon een heideterrein eigenlijk. En nou is er wel al in de 18e eeuw een ontwerpje geweest en er was al een aanleg. Dat was natuurlijk een beetje meer formele aanleg. En later, dus eind 19e eeuw, is op basis van een tekening van Hendrik Kopij, dus de bekende tuinarchitect uit de beeld hier, is een, was een beetje een jeugdwerk. Die heeft er een vijver aangelegd. Die vijver is pas eind 19e eeuw gerealiseerd. En de zichtas is opnieuw opgetrokken. Daar zijn prachtige grote Douglas-sparren ook aangelegd. Die zijn inmiddels alweer vervangen en ook 100 jaar en verdwenen. Ja, die heeft dus hier een prachtige buitenplaats gecreëerd. Maar die zichtas, dat was echt zo vanuit dat huis kon je zo kijken. En dat huis wat daar staat, Huize Rodigem, dat was van zijn dochter, zodat hij zijn dochter ook een beetje in de gaten kon houden. Dat huis daar, dat was Klein Zandbergen. Dat was medic van een ex van hem die dan een eigen huis kreeg. Later is er een verdieping opgezet. Je ziet, dat is niet zo heel mooi meer. Dat is jammer. Ja. Nou, die Bloker, ondernemer, die zegt ik ga de zaak verkavelen, want een stukje verderop is het buurtspoor aangelegd in 1901. Die heeft een mooie reclamefolder gemaakt en wegen aangelegd, een mooie ronding. En we gaan hier een villapark maken. Dus de eerste villa's zie je dus een beetje in de buurt zo. Met van die typische eind 19e eeuwse, begin 20e eeuwse villa's, grote dingen, grote terreinen. Maar dat betekent dat hij dus delen van die kavels verkocht? Dat hij gewoon geld binnenhalen. Ja. Ja. En daar is een best een mooie villa-wijk ontstaan. Ja. Hey, maar en nog even terug op de weg der wegen. Hoe zie je nou, wat is nou de toekomst van de weg? Ja. Hoe zie je die en hoe zou je die idealen te willen zien? Ja, nou wat essentieel is voor deze weg is in ieder geval het patroon, de structuur. Hou die structuur vast, maak die herkenbaar weer, plaatsen waar die vervaagd is. Dus wat mij betreft zou je de eerste grote actie zijn om die sorties allemaal gewoon wat sterker te maken. Dus dat moet je dus natuurlijk wel samen met de bewoners doen. Ja. En nieuwe ontwikkelingen. Er is door de stichting een visie op tafel gelegd, ook naar de gemeentes toe. Er zitten hier natuurlijk 3-4 gemeentes die eraan vast. Dat maakt een eenheid natuurlijk ook lastig. Iedere gemeente heeft zijn eigen beleid. Dus dat zou dus ook een verzoek zijn. Ga alsjeblieft een beetje wat samenwerken en maak daar gewoon één verhaal van. Ja. Dat is het punt. Leeft het besef bij de gemeente? Want het is eigenlijk een uniek iets wat we hier hebben. Een voorbeeld voor Unter den Linden, voor een voorbeeld voor. Sinds de laatste jaren, is dat besef wat groter geworden. Dit was altijd sinds de aanleg van de A28 een achterstraat geworden. Waar allerlei vage functies als truckdocks en fabriekshallen, een woonwagenkamp, noem maar op, aan vast waren. En niet een prachtstrasse zoals de Berlijnse Unter den Linden is geworden eigenlijk. Ja. We staan nu bij een kunstwerk. Ja. Vertel, wat is dat voor kunstwerk? Nou ja, u ziet hier een koeienletters weg naar wegen. Uh-huh. Een hekwerk, helemaal gesmeed. Door een kunstenaarres in dit geval. Die een kunstwerk heeft gemaakt. Een functioneel hekwerk, dus een afscheiding. Maar tevens natuurlijk ook een heel bijzonder hekwerk. Ja, noemen we dat een kunstuiting. Ja. Je kan het niet over het oog zien. Nee, het is helemaal gebaseerd op de gulden snede. En je ziet ook een doorlopende rij en dat verbeeldt dan de weg. Initiatief van de provincie Utrecht geweest, kader van kunstuitingen, daar was een budget voor. Ook de bedoeling om de weg even hier wat meer aan te geven, kenbaar te maken. Daar hadden wij een kunstenaar die kwam met dit ontwerp op deze plek. Dit is onderdeel nog van buitenplaats Vollenhoven, een overplaats. En het interessante is, dit punt is historisch interessant, omdat hier dus de oude weg, oude historische weg, het bos ingaat. Want dit is een tracé, nieuw tracé. Nou ja, wat heet nieuw? In 1808 is toen het een rijksweg werd,
is de zichtas van het van Vollenhoven, die buitenplaats, die je dan straks zou kunnen zien, daarin zit je in de as, is toen die weg verplaatst, niet meer door het bos gelopen, laten lopen. Dus het oude tracé zit dus nog helemaal als voetpaden hierin. Dus waar dit kunstwerk staat, dat is eigenlijk op het oude tracé? Ja, ja. Nou, uiteindelijk, met medewerking van de eigenaar van Marwerk Kooi, van Vollenhoven, is dit hekwerk net wat anders aangelegd, precies in de lijn van de oude weg. Dus als je deze lijn volgt, loop je dus in de oude lijn van de weg ook. Ja, dat is wat ik bedoelde, ja. En dan staat er dus ergens een klein QR-codebordje en dan zie je dus meer informatie, kan je aanklikken. Oh ja, dat vroeg ik me af, want ik denk, hier moet je toch wel iets meer van weten. Ja, dan moet nee, je echt het verhaal erbij kennen. Nee, wij wilden natuurlijk niet een groot bord met een heel verhalen erop, maar gewoon een QR-code, een klein bordje, een beetje tekst erbij. En, nou, is er dus een hele controverse met dit hek sowieso. Natuurlijk. Nog steeds? Ja. Ja. Want als je goed ziet, weg daar wegen met één E. Ja, maar de kunstenaar zegt, ik wil een vrijheid hebben, want ik wil met de wegen met één E aangeven dat het ook om een nieuwe weg gaat. En zoals wij daar natuurlijk wel heel keen op zijn en hier dus nu zo'n discussie ook over hebben. Ja, nee. Dus als je het ietsje relaxer neemt, dan kan dit ook. Alleen in het gedicht van Even Meijsen staat het met twee E's. Staat absoluut met twee E's. Ja, nou dan zou ik ook vinden dat dit je dan... Dit is een dichterlijke vrije kunstenaarsvrijheid. Laten we het daar dan ophouden. Ja, dat was het dan. En het leuke is natuurlijk wel dat uiteindelijk ook door die bezwaarmakers, dat is natuurlijk een heel gedoe, dat hek nu wel in een goede richting is geplaatst. Ja. Ja, dat durfden wij niet om zomaar in te grijpen in de eigendomssituatie. Nou, dat is toch fantastisch. Want formeel is er een stukje hier nog een stukje grond van Vollenhoven eigenlijk. Ja. En nou was er natuurlijk ook nog een keer een punt bij de gemeente van het hek was 20 centimeter te hoog. Want dat stond in het bestemmingsplan van het hek mag zoveel hoog zijn. Ja, wat doe je dan? Nou, dan gaan we het hek een klein stukje in. Dan is het net onder de bestemmingsplan. Dat zijn details, maar het is niet zo makkelijk om zoiets gewoon uiteindelijk te realiseren. Dan is het helemaal een prestatie dat jullie zo'n enorm kunstwerk van elkaar hebben gekregen. Eigenlijk zeg je, wees trots op de weg der wegen. Ja, absoluut. Zeker.